In de Sportcube, het trainingscomplex van de club aan de Rosa de Limastraat, wordt momenteel hard geoefend voor de bondsfinale. 4 jaar geleden was er een andere hoofdtrainer hier in de zaal en was het groepje best wel beperkt. En de afgelopen jaren hebben wij echt ingezet om de groep te verbreden, veel meer sporters aan te trekken en een grotere vijver eigenlijk te hebben waar we uit kunnen vissen om vervolgens naar het hogere niveau toe te stappen. De 12-jarige Wessel zit al op een aardig hoog niveau. Hij is een van de 4 heren die naar de bondsfinale mag. Aanstaande zaterdag wordt dan ook een belangrijke dag voor hem. Nou, dan ga ik naar een sporthal. Eenmaal Purmerend. En dan ga ik dan mijn oefeningen laten zien aan de juryleden. En de juryleden, want wat is het voor een dag? Het is een finale van Nederlandse kampioenschappen. Jeetje, en hoe vind je dat als je daar aan meedoet? Nou, ik vind het zeker wel heel cool. En ook trainer Mark vindt het cool dat zijn leerlingen al zo goed presteren. Het is heel knap dat zij momenteel nu al op de bondsfinale staan. Omdat deze sporters staan in principe voor de eerste keer nu echt in een bondsfinale. En het eerste keer ook in deze categorie. Want in principe in het turnen zit jij 2 jaar in dezelfde categorie. En nu is het eerste jaar voor deze sporters. Dus het is eigenlijk extra knap. Want volgend jaar is eigenlijk pas echt het seizoen dat zij echt moeten shinen. Voor Lucas en Jelle zijn het ook spannende tijden. De 14-jarigen mogen volgend weekend aantreden op het kampioenschap, dus worden sommige oefeningen nog even geperfectioneerd. Ja, vooral nu hier met sprong is wel handig, want dat landen is wel erg lastig. Maar voor de rest vloer, want ik doe ook extra finale, toestelfinale vloer, dus daar moet ik extra op extra mijn best op doen. Ga jij de sprong ook perfectioneren of heb jij een andere oefening waarvoor je denkt? Ik ben gekwalificeerd voor de sprongfinale, dus ik moet me ook wat meer richten op sprong. Dus. En hoewel de turnsport nog vaak geassocieerd wordt met meiden, wil de Hazekamp vooral het tegengeluid laten horen dat het zeker ook een sport voor jongens is. Nou, het is een beetje een tegengeluid inderdaad, want als turnen in het nieuws komt is het vaak turnen dames. Maar we zien wel nu, omdat wij in hebben gezet op de gezelligheid van de groep en vooral op een leuk team ook erachter zetten, dat toch die ontwikkelingen zich doorzetten. Ja, ik vind het gewoon leuk dat je gewoon, ik vind salto's doen en gewoon coole trucjes doen vind ik gewoon heel leuk. En daarom is turnen heel leuk. Dat is sterk van. Hoewel de Hazekamp eigenlijk bekend staat om het turnen dames ook wel in het verleden, het hoger niveau turnen, proberen wij dus nu ook, eigenlijk ook in deze discipline de sporters te bedienen.